Ik ben Sergio. Nou, het is zo gezegd de day after. Echt super veel lieve reacties gehad. Echt onwijs bedankt daarvoor. Nou ja, om tegen te gaan, of nou niet tegen te gaan, om op te vangen dat mocht ik 's nachts ineens helemaal leeglopen, dat mijn matras niet naar zijn galamies is. Malamoer. Heb ik een handdoek met een vuilniszak neergelegd. En nu kwam mijn moeder ook nog eens met iets heel erg handigs. Namelijk gewoon een soort van puppy training pads. Misschien dat het wat zachter ligt. Dus, want ja. Het is er nog steeds niet uit. Ik heb vandaag met de verloskundige gesproken. Die heeft een afspraak voor mij ingepland voor maandag bij de gynaecoloog. Mocht het dus deze week er niet vanzelf allemaal uitkomen. Dan moet ik naar de gynaecoloog maandag. En dan gaan we besluiten dat ik dan met pilletjes ga doen. Of toch een operatietje. Maar dat zit niet zitten. Dus ik ga gewoon pillen zeggen, denk ik. Voor de mensen die de vorige vlog niet hebben gezien, moeten maar even kijken waar het dan over gaat. Maar ja, uiteindelijk hopen we toch dat het gewoon op de natuurlijke manier komt. Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben René en dit is de vlog van Sergio en René. Het is vandaag een maandag en voor de mensen die de vorige vlog hebben gezien, heb ik helaas een miskraam gehad. Maar een miskraam die nog steeds in mijn buik zit. Moet je ook om even steunen. Dus dat betekent dat het eruit gehaald moet worden. Het is nu een week geleden ongeveer dat ik erachter ben gekomen. Het is helaas niet vanzelf op gang gekomen dat het eruit is gekomen. Dus ik moet naar de gynaecoloog. Die gaat vandaag kijken of het inderdaad allemaal klopt wat de verloskundige heeft gezegd. En ja, de opties bespreken. Dat ik bijvoorbeeld een abortus speel. Ja, of een klein operatietje om het eigenlijk gewoon schoon te laten maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als eerste zei van ik ga voor die pillen. Want ik ben nog nooit van mijn leven onder narcose geweest of een roesje gehad. Dus ik schijt in mijn broek. Maar ja, aan de andere kant, het heeft wel veel voordelen. Namelijk dat het er gewoon gelijk uit is. En dat ik bijna zeker weet dat het gelijk ook schoon is. En waarschijnlijk ook wat minder pijn. Want zo'n abortuspil brengt toch eigenlijk een soort van bevalling op gang. En dat kan nogal pijnlijk zijn. Veel bloeding. Ja, en het is een beetje onvoorspelbaar. Want ik weet natuurlijk ook niet wanneer het gaat gebeuren. Dus ja, ik ga even de verhalen afwachten. En wat hij mij adviseert. Sergio kan helaas niet mee. Die moest werken. Dus ik heb mijn moeder gevraagd om mee te gaan, want als support en vier oren horen er meer als twee. Dus daar ga ik nu naartoe. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. En dit keer vanuit René naar auto. Weer een ander gezicht. Ja, dit is volgens mij de eerste keer. Ja. Grappig. Wat zeg ja. je? Wat? Wat zeg je? Dat heb ik ook weer niet gefilmd. Nee, Sergio die is even voor mij
een proef aan het doen met de nieuwste hoortoestellen om te kijken hoe het ervaren wordt. Ik ben vanochtend bij het ziekenhuis geweest. Helaas had ik een of andere instelling veranderd waardoor ik niet meer kon filmen. Zo'n techneut als ik ben, geen idee wat ik heb gedaan. Hij had een hele leuke timelapse kunnen maken. Ja, dat dan wel. Dus ik vertel het even zo. Ik ben dus bij de gynaecoloog geweest. Nou, zij hebben hetzelfde geconstateerd als de verloskundige. Mijn eierstok en alles zag er helemaal goed uit, maar het was inderdaad geen celletjes van 10 weken. En dus ook geen hartslag. Dus het moest eruit. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, de opties waren of nog steeds afwachten of abortuspillen, zoals het genoemd kan worden. En of een curettage. In eerste instantie was ik eerst heel erg overtuigd van nou, ik ga die pillen doen, want ik ben nog nooit van mijn leven onder narcose geweest of een roesje, dus ik schijt in mijn broek. Maar goed, ja, toen ik erover nadacht en ook een beetje in het gesprek kwam naar voren dat die abortuspillen echt best wel flink heftig zijn. Je hebt dan eigenlijk echt een... gewoon een bevalling eigenlijk. Echt enorme krampen, pijn en een flinke bloeding. En wat ook echt wel 2-3 uur gewoon aan kan houden. Dus dat is natuurlijk niet fijn. En daarnaast kan het dus zo zijn dat als het eruit is, dat niet alles eruit is gegaan. Dus als het er niet allemaal uit is, moet ik alsnog onder curettage. Dus ja. De curettage was zo dat er natuurlijk altijd de risico's van een operatie aan zitten. Narcose, kans op een infectie. En ja, toch ook tussen de 2-6% kans op een verklevingje, wat natuurlijk een volgende zwangerschap weer wat moeilijker maakt. En daarnaast bij een curettage is het ook zo dat ze een beetje slijmvlies meenemen. Dus dat is ook niet heel goed voor de volgende zwangerschap. Maar goed, het hoeft helemaal niet te betekenen dat dat dan niet meer lukt. Ik heb voor het laatste gekozen, toch voor een curettage, omdat ik dan wel zeker weet van, nou ja goed, alles is eruit. En dan heb ik al die krampen gelukkig niet gehad. Dus dan kunnen we gewoon weer opnieuw beginnen wanneer we dat zouden willen. Ik heb gelijk bloed laten prikken die vandaag. En ik moet woensdag terugkomen voor de anesthesist in verband met de narcose. En ik moet vrijdag word ik geopereerd. Dat is best wel snel al. En gaat gebeuren. Ik weet nog niet de tijd. Het is wel een beetje heftig. Ja. Het is niet wat we hadden verwacht en zo. En het is allemaal, Nee, het is vooral. Het is vooral ook gewoon alles wat erbij komt kijken. Het is natuurlijk wel niet leuk om te horen dat je. Dat de zwangerschap niet goed is gegaan. Maar goed, daar hebben we ons bij neergelegd. En dat kan gebeuren. En bij 1 op 3 vrouwen gebeurt dat. Alleen, ja, wat er allemaal nog meer bij komt kijken, dat is wat minder. Ik voel me gewoon, mijn ervaring is gewoon, ik voel me gewoon heel schuldig. Het is gewoon heel raar. Althans, raar, ik kan niet uitleggen. Ik weet gewoon dat het niet nodig is en dat het niet mijn schuld is. Maar ik voel me gewoon heel naar dat jij dit moet doormaken en dat ik jou dit aandoen. Snel, dat is het ook. Nou. En dan had dit natuurlijk allemaal niet op de planning staan. Dus omdat we zielig zijn, gaan we nu gewoon uit eten. Ja. Akito. Gezondheid.
zijn onderweg naar het ziekenhuis. Het is vandaag woensdag. Vrijdag word ik geopereerd. Ik moet vandaag naar het ziekenhuis vanwege de anesthesist. Zeg ik nou goed? Smooth. Anesthesist. Die zal even alles controleren, vragenlijst doornemen. Bloed prikken, bloeddruk opmeten. Nu is het, ik ben eigenlijk net terug. Maar ze hadden geen bloed geprikt, want die vrouw die zei, die assistenten zei, ze hebben al bloed geprikt. Dus dat doen ze dan alleen nog maar voor de operatie. Nou ben ik net gebeld dat ik aanstaande vrijdag om 7 uur 's ochtends bij de receptie moet staan. Nou ben ik in ieder geval heel erg vroeg aan de beurt. Niet al te lang niet te eten. Maar ik had toch geprikt moeten worden. Dus ik ben nu als sodemieter terug aan het rijden. Want ik had vandaag al niet kunnen werken vanwege deze dag. En morgen zou ik wel gewoon werken. Dus ik kan niet nu morgen ook nog eens. Dus dat is een beetje jammer. Dus we zijn nu aan het racen. Komt goed, komt goed. Moet je een vuist maken dan? Je mag je vuist weer ontspannen. Gebruik je bloed te doen dus? Nee. Je mag een stevige aandrukken met je onderhoofd? Ja. Weet je wel? Zeg maar, baby. Goed hè. Hoeft er maar één buisje gedaan worden? Ja. Oké. Ik heb wel een ijsje verdiend. Ja, toch? Ja, wel. En degene die geprikt heeft. Doe er nog één. Ja. Ik wou net zeggen, je hebt goed gedaan. Ja? Nou, nee, mooi. Dat was het. Goedemorgen, welkom bij de vlog. Ik ben René. Ik ben Sergio. En vandaag is de dag dat ik geopereerd ga worden. Mag. Ik dacht, ik maak er een rijmpje van. En nou ja, zoals je ziet mag ik gewoon helemaal fucking niks op mijn gezicht. Oh, natuurlijk. Geen oorbellen. Geen sieraden, überhaupt. Het is inmiddels denk ik 6:30 of zo. Ja, 6:00 de wekker gezet. Wat? Ik moest gewoon 7:00 melden. Dus de toeverlaat gaat mee. Omdat het zo vroeg is, komt mijn moeder ook nog even mee. Dus die is, ja. Dat is ook voor mij fijn, maar ik denk ook voor Sergio een beetje fijn. Niet alleen aan het wachten is. Zeker. Nou, dit is mijn allereerste operatie. Ever, ever, ever. Dus ik ga het maar over mee laten komen. Ja. Ben je er klaar voor? Voor zover je er klaar voor kunt zijn. Dievenzooi. Oh, wat koud tegelijk. Nou, ik krijg het ook een beetje warm en koud tegelijk van jou zo, hoor. Gekkie.
Ik ben wel misselijk gewoon. Ik ben nog niet eens geweest. Ben je nou zo misselijk dan? Spanning. Keep strong, baby. Ik ben trots op jou. Tot na de ingreep dan. Ik ben Sergio. En vanaf vandaag zit het weer mee. Ik wil het net naar de wc. Oké. Maar ze kan hier wel nog lachen. Er zijn twee ijsjes op. En kunnen zo naar huis, denk ik. Dat ik eerst moet eten voordat ze me laten gaan. Oh ja. Oh ja, en de gynaecoloog die moest nog langskomen, toch? Of in ieder geval iemand. Voordat je ontslagen kon worden. Oké. Okay. Ja, ik heb de tijd. We hebben toch niks te doen vandaag, hè? Ik moet me lekker even uitrusten. Nou, het vrouwtje weer me opgeknapt. Ja. Het is inmiddels 1:15. Even een vragenlijstje invullen. En dan mogen we naar huis, hè, baby? Ja. Dat kan je bij jou ook, hè? Ja. Als ik het ook ben geweest. Nou, dat doe ik wel verleden van de tijd. Die portie in elkaar door bij een hond duwen. Goedemorgen, baby. Morgen. Hoe voel je je? Ja, wel goed. Ja? Druk aan het editen. Ja, om jullie allemaal weer op de hoogte te brengen van mijn spannende dag. Nou, vannacht ging wel oké, toch? Alleen een beetje onrustig slapen, maar we hebben... Dat zie je natuurlijk niet, maar goed, een pijnstillertje. En werkt ook altijd goed. Sterker nog, die paracetamol versterkt de werking van die. Die, dus van die. Naproxen. Ja. Dus nou, dat zal vast wel geholpen hebben. Ja, ik denk wel. Het gaat wel. Je moet het doorgaan. Ik moet rusten, maar ik heb wel echt heel slecht geslapen. Echt continu. Toch wel buikpijn, maar ik heb niet goed geslapen door de spanning. En daardoor kon ik ook niet goed naar de wc. En waarschijnlijk ook door de narcose, dat het allemaal niet goed werkt. Dus daar had ik wel flinke buikpijn van de hele tijd. Maar ja, tot nu toe lijkt het goed te gaan. Ze hebben gisteren aangegeven dat ik, wat ik zo halverwege zo gehoord heb, is dat ik niet veel bloedverlies had. Dus dat is positief. Ze hebben de zuigcurettage uitgevoerd. Er hoefde niet meer geschaapt te worden, want het was allemaal mooi schoon. Dus dat is super positief. En in april moet ik weer even terugkomen bij de gynaecoloog. Om voor de laatste controle eigenlijk. Dus ik denk, naar omstandigheden gaat dat nog. Fijn. Bedankt voor het kijken allemaal. Echt super bedankt voor al jullie steun. Echt super lief. Dus de volgende vlog komt aan. Doei. Doei.